Mijn naam is Lodi Hennink, ik ben directeur van het bureau. Ik val in voor Steven van Eyck, die zou je normaal gesproken hebben. En het grote voordeel daarvan is dat ik niks heb voorbereid en dus mag improviseren. Dat doe ik graag over twee thema's in een minuut of tien. In de eerste plaats de versterking van de eerste lijn. Daar wil ik even op ingaan. En ten tweede de rol van de patiënt bij het beheersbehouden van de kosten, zoals ik dat althans zie. Laat ik eens met die eerste lijn beginnen. Ik ben nu 4,5 jaar bij de LAV. En voor die tijd heb ik overwegend doorgebracht in de financiële sector, bij verzekeraars en een beleggingsmaatschappij. Dus dat is een totaal andere wereld. En tegelijkertijd heb ik toch al 23 jaar carrière in de huisartsenzorg. Waarom? Ik werd in 1988 verliefd op mijn huidige vrouw, die ik sindsdien natuurlijk koester. En die ging op dat moment in de huisartsenzorg, in de huisartsenopleiding. En ik heb die film van de afgelopen 23 jaar meegemaakt van een huisarts die begon in een omgebouwde garage. Vervolgens ging ze in Schiedam werken en kregen wij kinderen. En dan was het feest als ze op zondag dienst had, want dan was het vaste regel dat we patat gingen halen om 6 uur. En dan met de zak met frikandellen en patat en alles van wat er allemaal aan vettigheden in zat, naar mama gingen en die zak werd opengescheurd en daar werd de dienst gedraaid. En maar hopen dat er niet op dat moment iemand belde, zodat ze weg moest. Dat is de huisarts van een aantal jaren geleden, daar waar nu de huisartsenposten uit de grond zijn gestampt, waar de auto's rondrijden, waar er een volledig geoutilleerde en strak georganiseerde ANW-diensten worden gedraaid. Het was ook de tijd dat ze begon bij een eenpitter. Dat ze begon als hitha. En ik heb meegemaakt dat die eenpitter uit zijn jasje groeide. En dat dat niet meer het oude appartement op de begaande grond was, maar dat ze naar een huisarts onder één dak gingen. En dat die huisarts zijn hele blikveld verbreedde verder in termen van samenwerking. Dat er een fysiotherapeut bij kwam, een diëtist, een logopediste enzovoort. Ik heb meegemaakt dat ik heb gezien dat die huisarts zichzelf ging ontwikkelen als de werkelijke organisator, wat hij al was, maar nog veel meer, van die eerste lijn. We hebben gezien dat die huisarts niet alleen maar de basiszorg, zoals hij dat van oudsher deed, ook in de tijd dat hij romantisch over een zandweg naar een boerderij liep, als enige met een auto in de jaren 50, want toen deed hij het ook al, maar dat die huisarts niet alleen die basiszorg heeft opgepakt, maar dat er een appel op die huisarts is gedaan, van geachte beroepsgroep. We hebben meer nodig met een veranderende en vergrijzende maatschappij, met een nieuwe technologie. Geachte beroepsgroep, we hebben meer nodig van u, omdat u de kosten moet helpen beheersen. U bent van die eerste lijn. U kunt ons helpen met lagere kosten tegen minimaal dezelfde kwaliteit. Dus hebben we gezien dat huisartsen nascholingen gingen volgen voor verrichtingen die normaal in het ziekenhuis plaatsvonden. En dat ging die zelf doen. Tot en met sterilisaties toe, of spiraaltjes plaatsen, of kleine chirurgie, of noem maar op. Hij nam taken over uit dat ziekenhuis en dat doet hij nog steeds. En toen kwam de chronische ziekte in het geding. En toen hebben we, 5 jaar geleden is daar een vliegende start gemaakt met een fantastische succes. Hebben we de chronische zorg opgepakt. Er is een dringend appel gedaan door verzekeraars, door de politiek, door zeker ook de toenmalige minister Ab Klink, die een warm hart toedraagt aan de huisarts, van pak die chronische zorg op. En die chronische zorg is geprotocoleerd in samenwerking met de tweede lijn, in samenwerking met andere zorgaanbieders, of dat nou de oogartsen zijn of de internisten en dergelijke, is dat vormgegeven. In die 23 jaar, in de tijd dat ik startte in 1988 als achterwacht van mijn echtgenote boven een winkel in Steenbergen, tot vandaag heeft die huisartsenzorg zich op een gigantische positieve manier ontwikkeld. Als een buffer, als een dijkverzwaring tegen die dure lijn, tweede lijn, om te voorkomen dat het volledig overspoeld zou worden. Tot we in het jaar 2011 zijn. En er sinds 2010, eind 2010, een nieuw kabinet zit. En wij, na jarenlang met Klink, jarenlang met de verzekeraars, dat enorme succes hebben vormgegeven, ineens een gigantische klapgrijp zien. Daar waar de ziekenhuizen een afspraak maken om 2,5% in volume te stijgen, procent of 5 in euro's, wordt de huisarts verteld van ja, sorry, en Jan Frans die heeft dat al opgemerkt, dat succes van u is veel te groot. Wilt u alsjeblieft een beetje pianissimo doen? Wij gaan er 5% afhalen. Niet eenmalig,
Nee, structureel voor de komende jaren. En wie de miljoenennota erop naslaat, ziet dat wij meer zelf worden geacht te doen. Het aantal verwijzingen zou komend jaar zelfs met 13% moeten zakken ten opzichte van 2011. Dus 2012-2011. Met structureel minder geld. Ik hoorde je zeggen, het gaat altijd over geld. We hebben het hier niet over inkomen. We hebben het hier over geld dat gestopt is in al die jaren in wat je ook als patiënt ziet. Andere gebouwen. Ondersteuning in de vorm van verpleegkundigen en doktersassistenten. Praktijkondersteuners. Praktijkmanagers. Kwaliteitsmanagers. Noem maar op. De hele infrastructuur van alle ketenzorg. Daarvan zegt het huidige kabinet, zegt de huidige minister. Er moet 132 miljoen af. En dat enorme positieve verhaal dat ik nu al 23 jaar thuis meemaak, waarvan 4,5 jaar in mijn huidige rol van de LAV, bij de LAV. Dat enorm positieve verhaal lijkt zich nu dat filmpje in omgekeerde richting te gaan afspelen. Een situatie waarin de huisarts zal zeggen, mijn praktijkondersteuner is zwanger. Zij vraagt of ze na de zwangerschap een dag minder kan werken. Ik ga het goed vinden. Het volume van de zorgvraag neemt toe. Maar ik ga even niet uitbreiden. Met andere woorden, er moet meer werk verzet worden met minder ondersteuning. En die huisarts zal ze meer zelf moeten gaan doen. Het filmpje gaat terug. En wat is daar het logische gevolg van? Daarvan is het logische gevolg dat alles wat overloopt, dat zal naar de tweede lijn terug moeten. Daar waar we het naar ons toe hebben gehaald. En dan zijn de raad begaar, want wie is er dan ongelukkig? Is dan de huisarts ongelukkig? Ja, vanzelfsprekend. Want zijn passie, zijn missie waarvoor die stond, waarvoor die gevraagd is om hem in te vullen, die passie, die missie, die wordt geremd. Maar dat niet alleen, want ook de minister zal uiteindelijk hele wrange vruchten hiervan gaan plukken. Om als iedere huisarts in Nederland komend jaar 2012 één patiënt per week meer moet verwijzen, doodeenvoudig omdat hij vanwege beperking in de kosten het niet meer thuis onder zijn eigen dak voor elkaar krijgt, kost dat 200 miljoen euro. Er is een besparing van 132 miljoen. Je kan het uitrekenen. Vlak na de zomervakantie is het break-even point in 2012. Bij dit rekensommetje, heel conservatief gerekend. De minister gaat duur uit zijn, heel erg duur. Ze haalt de vaart uit de eerste lijn. Daar waar die ontwikkelingen er zijn, die ik net schetste, wordt het een slowdown situatie. De patiënt gaat het merken, want iedere euro die de zorg duurder wordt, komt terug in de premie. Wie wordt gelukkig van deze maatregel? Er is een politicus in de zaal en daarom benadruk ik het ook. Wie wordt gelukkig in deze zaal? Wie wordt gelukkig in Den Haag van deze maatregel? Ik voorspel u, niemand. Mijn appel is dus ook om wat jarenlang, tientallen jaren lang, het adagium is in de zorg. Versterking van de eerste lijn, gelukkig ook nu gehoord, om dat gewoon door te zetten. En ik hoop dus op een laatste redding voordat de begrotingsbehandelingen in november te zijn en dat die huisarts exploratie van zijn vak kan doorzetten. Dat wilde ik even kwijt. Ik maak reclame voor het vak, maar ik maak ook reclame voor het belang van de BV Nederland. Het zou kort zijn, hè? Ik pak nog één thema. Ik heb een column gelezen of een artikel, het was alle twee denk ik, ook in de krant van Anne Mulder, waarin hij een appel doet op het bewustzijn van de patiënt voor de kosten. Zolang die patiënt denkt dat zorg gratis is en eventjes zich door een MRI laat trekken en denkt van ach, dat zal een paar honderd euro gekost hebben, ja, dan blijft natuurlijk die toevloed, die druk op de zorg enorm groot. Die columns, die stukken, die onderschrijf ik voor de volle 100%. Wij moeten die patiënt bewust maken van kosten. Wij moeten die patiënt er bewust van maken dat zorg net zoiets is als energie. Iedereen weet, energie is beperkt. Dat is een bepaalde hoeveelheid, die hebben we nog, of per jaar in ieder geval beschikbaar. Energie is duur. Iedereen snapt, zo ook mijn kinderen, als je naar school gaat, doe je achter je het licht uit in je slaapkamer. Als je een auto koopt, kijk je naar het energielabel. Als je een koelkast koopt, kijk je naar het energielabel, enzovoort. Waarom niet in de zorg? Zorg is ook beperkt en heel duur. Nou kunnen we wel zeggen van, nou, die burger die moet daar iets van snappen. Die moet snappen dat zorg duur is. Dus we sturen hem de rekening van het ziekenhuis gewoon toe. En dan ziet hij, die MRI die kostte weet ik veel, 1200 euro. Ook noem maar bedrag, geen idee wat een MRI kost. En dan gaat hij de volgende keer wel oppassen met die volgende MRI. Er is denk ik iets anders aan de gang. En dat is dat er op dit moment in Nederland
zowel op de rem getrapt wordt wat de zorg betreft als op het gaspedaal. Want hoe kan het waar wezen dat in het verkiezingsprogramma van een politieke partij de SOS-arts, een vorm van zorg die door de NZA als niet-huisartsenzorg wordt aangetypeerd en niet noodzakelijke zorg is, letterlijke tekst, dat we reclame maken voor u vraagt, wij draaien zorg, waarvan gesignaleerd is door de huisartsenpost of door de huisarts zelf. Ik hoef niet bij u thuis te komen, want er is geen acute situatie. Dat is iemand die kan niet slapen of iemand die heeft een spier die trekt. Dat je zo iemand kan bellen, dat wordt natuurlijk een wassenaarsconcept. Terwijl je tegelijkertijd de zorg wilt beperken. Terwijl je tegelijkertijd die patiënt wil invrijven dat zorg duur en beperkt is. Hoe kan het waar wezen dat vorig jaar, en ik hoop dat het dit jaar niet zo is, er spotjes op de radio zijn in het huppeldepup pakket van deze verzekeraar, zit een second opinion. Wij voeden dus ons publiek op, onze achterban, onze Nederlandse burger. Zorg, dat kun je gewoon kopen. Dat maken we bij als je dat wilt. En als het duur is, ach, dat is toch verzekerd. Hoe kan het waar zijn dat in ziekenhuizen pretpolies worden gecreëerd in vormen van de acnepolie, de plaspolie, de overgangspolie, de erectiepolie, de snotterpolie en zelfs tijdens de Mexicaanse griep de grieppolie. Nou, ga nooit met anderen die griep hebben in dezelfde wachtkamer zitten, zou ik zeggen. Hoe kan het nou zijn dat de aanbodkant zo ongebreideld tekeer gaat eigenlijk in het bieden van aanbod en wij tegelijkertijd een appel doen op de burger om te snappen dat hij voor zichzelf die afweging moet maken. Is dit zinnig? Is het doelmatig wat ik verwacht? Is dit nuttig wat ik verwacht van de zorg? Een appel dus op ons allen, zorgaanbieders, verzekeraars, politiek, om ons ook aan die aanbodkant en in het lekker maken van het Nederlandse publiek, van wij gaan nog meer leuke dingen voor u bedenken, om zich daarin te matigen. Moraal van het verhaal, verhaaltje 1 was, eerste lijn, geacht kabinet, alsjeblieft, als u de eerste lijn wilt versterken, verzwak hem dan niet. Bezuinigt dan niet die 132 miljoen, want het komt als een boemerang terug. En onderdeel 2. Beste wij, zoals we hier zitten, politiek is vertegenwoordigd, de verzekeraars zijn er, de zorgaanbieders zijn er, laten wij onszelf ook aan de aanbodkant beperken. Dat zijn de twee dingen die ik even in mijn 10 minuten kwijt wilde. Keurig.